Welkom allemaal bij Hoor wie klikt daar, kinderen. Denk je, wat voor titel is dat nou? Nou, ik ga jullie vandaag een beetje wegwijs maken in enkele basics van het gebruikerstesten en onderzoek. Zodat je een beter beeld van krijgt, toegevoegde waarde daarvan ziet en daar eventueel ook zelf mee aan de slag kan. Mijn naam is Bart Domme, overigens. Eerst kort iets over mij. Ik volleybal. Doe ik graag, ondanks mijn lengte, je zou het niet zeggen. Ik fotografeer graag. Ik heb niks met zeilen. Het is een foto die ik gemaakt heb, daarom zeilboot. En eigenlijk tussen de hobby's door ontwerp ik bij Luminous Arnhem als ontwerper. En dat doe ik met veel plezier. Wat nou het mooie is aan dat werk als ontwerper, is dat je met mensen werkt, maar ook voor mensen werkt. Mijn doel is eigenlijk om technologie menselijk te maken en mensen te helpen hun werk beter te doen, blijer te worden of te inspireren. Dat kennen we eigenlijk ook als de user experience. In goed Nederlands, ook wel de gebruikerservaring genoemd, gaat dat vooral over de gebruiker centraal stellen in je product. Ik heb hiervan mijn beroep gemaakt. Ik heb dit als dagelijks werk. Dus ik ontwerp de gebruikerservaring. Maar wij allemaal hier in de zaal leveren op de een of andere manier een bijdrage aan de gebruikerservaring. Of je nou aan de back-end werkt of aan de front-end, uiteindelijk gaat die gebruiker er wel iets van merken. Om maar een voorbeeld te noemen, dit onderzoek laat zien dat trage mobieltjes eigenlijk even stressvol worden ervaren als horrorfilms. Dus ja, als er nog twijfel is over jouw impact van een trage app op de user experience. De user experience, de gebruikerservaring, is een mix van verschillende disciplines. Om een aantal daarvan te benoemen. Psychologie, wat gaat in het hoofd van zo iemand om? De motivatie, wat is het gedrag van die gebruiker? Stukje usability, is het gemakkelijk in gebruik? Is de navigatie helder? Kun je fouten voorkomen of eenvoudig oplossen? Het design. Wat is de vorm? Hoe communiceer je functionaliteit? De representatie van het merk. Analyse daarvan. Je gaat het testen, hoe het gebruikt wordt, om dat uiteindelijk ook weer te verbeteren. En niet te vergeten copywriting. Die wordt nog wel eens ondergewaardeerd. Teksten in een applicatie of een product zeggen heel veel. Lorem ipsum zegt iets minder dan sluit je contract af. De gebruikservaring bestaat, zoals ik al zei, uit veel vakgebieden. En er is heel veel overlap en het raakt heel veel zaken. Wat dit plaatje ook laat zien, is dat er een misvatting is dat de UI hetzelfde is als UX. Maar eigenlijk is dat maar een heel klein stukje van dat hele landschap. UI, de user interface, is dat kleine beetje wat een gebruiker direct voor zich ziet op dat moment. UX is veel groter. Het vormen van die hele user experience gaat over het samensmelten van al die aspecten en de facetten met de focus op die uiteindelijke gebruikservaring. En het ontwerpen voor zo'n goede gebruikservaring, daarvoor breng je de klant, de techniek en de gebruiker bij elkaar. Nu wil ik even een filmpje met jullie delen, wat eigenlijk goed uitbeeldt als dat net niet helemaal lekker loopt. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M? Nope. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, okay. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah. Hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number four, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one?
Hey, Potter, nice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard. Oh, standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK, you want the take-home today price, though, that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Al het oude voorbeeld, maar wel een mooi voorbeeld van Google Analytics, ja, die goed laat zien. Ja, het lijkt haast belachelijk, maar zo voelt het wel vaak als iets niet werkt. Toch kom je dat veel tegen. Een dienst of product die dat gevoel achterlaat, is niet goed ontworpen of getest. Want hoe heeft het zover kunnen komen? En ik ga je deze sessie iets meegeven om te voorkomen dat we dat in de toekomst beter kunnen doen. Eigenlijk simpelweg door je product ook vaker te testen. En testen is eigenlijk het product en je gebruikers samen beter leren kennen. Vandaag wil ik dan ook hebben over hoe je daar zelf inzicht in kunt krijgen. Hoe je dat kan testen en onderzoeken. En wanneer en hoe vaak doe ik dat dan? Is vaak de vraag. Zoals deze creatieve denker ooit zei. Fail often to succeed sooner. Tom Kelly, niet meer van Ideal, was van Ideal, schrijver van The Art of Innovation, goed boek. Die zegt hiermee eigenlijk van ja, je moet zo vroeg mogelijk, zo vaak mogelijk op je bek gaan om ervan te leren, zodat je daar sneller een beter product uit kan halen. Snel en veel dus. Ook wel een bekend grafiekje die dat uitbeeldt. Als jij vroeg in het ontwikkelproces nog design changes maakt, dat is ten eerste makkelijker, kost relatief weinig. Hoe later je dat in het proces doet, is het moeilijker om dat überhaupt door te voeren en de kosten nemen ontzettend toe. 80% van de kosten van een product worden vaak gemaakt uiteindelijk in de onderhoudsfase, omdat daar onvoorziene gebruikersrequirements waren. Voor de grafiekliefhebbers, nog eentje, die eigenlijk een verhouding laat zien van wat dat dan zoal is. Of je nou wijzigingen aan het begin of het einde moet doen en met wat voor factoren dat al kan toenemen. Dat kan zomaar voor coding 10 tot 25 keer zijn, design 25 tot 100 keer. Dus die factor en kosten neemt aanzienlijk toe verderop in een ontwikkelproces. Dus daarom nogmaals de vraag van, in hoeverre kennen jullie daadwerkelijk je gebruiker waar je voor ontwikkelt of ontwerpt? Wat weet je daadwerkelijk van de mensen die dus van die applicatie of website gebruik maken? Vaak denkt men van wel, ja, we hebben dit marktonderzoek gelezen, of denkt vooral uit eigen overwegingen hoe iets eruit zou moeten zien, of we kennen onze klant al heel lang. Eigenlijk laat het plaatje goed zien hoe dat wel eens in de praktijk tegenover elkaar kan staan. De universiteitswebsite wil heel veel, maar de student verwacht iets heel anders. Het kennen van die gebruiker wordt vaak onderschat. En er zijn altijd zaken die net anders uitpakken of onvoorzien zijn. En het gaat vooral om juist begrijpen wat er in het hoofd van zo'n eindgebruiker omgaat. En evengoed ook begrijpen wat er in het hoofd van een klant omgaat. Het is altijd een balans tussen klant, de businessbehoefte, de gebruiker en hoe de techniek dit ondersteunt. En daarvoor moet je inzichten vergaren. En het mooie is, iedereen kan die inzichten krijgen. Ik ga niet iedereen hier vanavond in een UX-designer veranderen, tenzij je er alleen bent. Maar ik wil je in ieder geval bewust maken van de toegevoegde waarde van dat stuk. En die ook jij kan bieden tot op zekere hoogte. En hopelijk neem je het mee in de dagelijkse praktijk. Juist ook als ontwikkelaar of als je manager bent. Dat is niet altijd een ontwerper beschikbaar in een project als je een product ontwikkelt, maar die gebruikerservaring is er altijd. Dus daarom met simpele ingrepen verbeteren. Daar hebben we er allemaal belang bij. Zoals een beroemd filosoof ooit zei, meten is weten. Volgens mij was het mijn schoonvader. Hoe kom je dan aan die inzichten? Door te meten.
Ontwerpen zijn initieel vaak gebaseerd op aannames. Daar begin je mee. En aannames moet je toetsen, testen. Klopt het of niet? We zijn zelf immers niet de gebruiker. Vinden zeker al snel iets logisch. En zijn soms blind voor issues als je al een tijdje aan iets werkt of ergens naar kijkt. En aan de andere kant hebben we de neiging om dingen onnodig complex te maken. Dus eigenlijk geen software de deur uit voordat je dat aan de gebruiker hebt voorgelegd. Dat kan op verschillende manieren. Grofweg kun je dat in twee delen. In tweeën delen. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Plat gezegd gaat kwantiteit vooral over cijfers. Aan de rechterkant. En kwalitatief is waarderend en gaat over het waarom. En met kwantitatief is het mooi dat je eigenlijk met iets complex in cijfers kunt uitdrukken. Maar het biedt maar een beperkt inzicht. Het gaat vooral over hoe vaak en hoeveel. En kwalitatief gaat veel meer over het waarom. Waarom gebeurt dat? Bij bedrijven wordt veel op kwantitatief gestuurd. Het zijn soms directe KPI's. Zeker nu alles digitaal is en online meetbaar is. Is bij bedrijven vaak de neiging om daar wel iets te direct op te sturen zonder stil te staan bij het waarom. Immers het aantal bezoekers op een webpagina alleen, dat zegt niet zoveel. Daarom is het ook niet of, maar en. Zijn allebei belangrijk. Het hoort samen te gaan, afhankelijk van je behoeften of waar je zit in een proces. Bijvoorbeeld bij een website met veel traffic kan een kwantitatief onderzoek aantonen waar je kwalitatief zou moeten testen. Je ziet dat veel bezoekers op een bepaald punt de website verlaten. Maar waarom doen ze dat? Daarvoor heb je kwalitatief nodig. Dus afhankelijk van waar je pijnpunten ziet, kun je daar de diepte in gaan. De Nielsen Norman Group heeft een soort schema opgesteld, wat eigenlijk in een aantal fases. De Nielsen Norman Group overigens is een autoriteit op het gebied van gebruikersonderzoek en testen. En die heeft eigenlijk een soort mapping gemaakt van een aantal onderzoeksmethodes op basis van de fases die je in een productontwikkelproces hebt. En binnen die fases een aantal veel voorkomende methodes uitgeschreven. Dus de fases: discover, explore, test en listen. Neem aan de hand van deze fases jullie verder mee door deze talk. Dus ik leen deze fases, even van deze vriendelijke mensen, om jullie eigenlijk een houvast te bieden hoe je verschillende methodieken kunt gebruiken om inzichten te krijgen in je gebruiker. Discover gaat vooral over het ontdekken. Waar heb ik überhaupt mee te maken? Explore, verkennen. Je gaat aan de slag, je gaat dingen bouwen. Door dat te bouwen ontdek je eigenlijk wel wat dingen of leer je ervan, krijg je nieuwe inzichten. Uiteindelijk moet je het ook daadwerkelijk testen, wat je gebouwd hebt. En op het einde, als het geïmplementeerd is, kun je ook luisteren wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar hoe dan? Zoals ik al zei, aan de hand van een aantal veel voorkomende of bekende methodieken wil ik jullie, en een aantal cases wil ik jullie inzichten geven in hoe je dat dan doet. Ik benoem enkele tools en wat handvatten, zodat je zelf hopelijk ook mee aan de slag komt. Ik zal het voornamelijk een beetje aantikken, ik zal niet heel diep overal op ingaan, maar juist om het zoveel mogelijk ook laagdrempelig te houden. Te beginnen met de discover, de ontdekkingsfase. Ik zie het eigenlijk altijd als, de metafoor die ik al eens gebruik is, je bent de vlieg op de muur. Dus je zorgt dat je in de context waar je iets voor moet maken, dat je daar observeert wat daar ook gebeurt. Dat je daar een stukje over kan ontdekken. Juist als je niks hebt, moet je dat nog ontdekken. Hoe doe je dat dan? Eigenlijk met een stukje observatie. Dus je kijkt hoe een gebruiker in zijn natuurlijke omgeving zijn werk of zijn dagelijkse gang van zaken doet, om een gevoel te krijgen wat die context is. En het is heel belangrijk om dat gevoel van die context te krijgen, omdat je dat niet krijgt als je achter je, je laptop zit of op kantoor. Vooral voor onbekende omgevingen is het nuttig, maar ook juist nuttig voor omgevingen die je al denkt te kennen, omdat je dan juist verrast zal worden door de dingen die je dan nog ziet. En eigenlijk is het zo simpel als kijken wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Om een voorbeeld te noemen, dit is een project die hebben we gedaan voor cv-ketelmonteurs.
Daar moest een mobiele applicatie voor ontwikkeld worden die de gegevens van de ketel uit kon lezen. En door te kijken in een opleidingscentrum hoe zij hun ketel onderhouden, had je een aantal mensen bij elkaar. En het gaf op dat moment inzicht waarvan je pas later eigenlijk besefte van, hé, dat was me toen opgevallen, daar moeten we iets mee. Zo is het logisch dat ze aan de ketel sleutelen, maar zeker beginnende monteurs hebben ook best veel de handleiding of een foutenboom nodig om ook te leren hoe ze door zo'n onderhoudsproces heen moeten. En dat ze dus verschillende fysieke tools tegelijk ook gebruiken. Dus nou ja, als daar ook nog een app bij komt. Uiteindelijk is daar een applicatie uitgekomen die dus niet alleen simpelweg die data toont van die ketel, maar ook de beschikking biedt over een foutenboom, die getoond wordt op basis van een foutcode die krijgt van de ketel, en de manual die ook beschikbaar is in de mobiele applicatie. Voor de Wielerunie, de KNWU, hebben we ook een project gedaan. Daar ging het om het tijdmeten, suggereren van wielerrondes. Ook daar zijn we gaan kijken wat gebeurt er allemaal precies. Nou, heel ingewikkeld proces van inschrijven tot het daadwerkelijk suggereren. Dat gebeurde op verschillende fysieke plaatsen. Op dat moment moest iemand letterlijk nog met een USB-stick van de inschrijfwagen fietsen naar de finish waar de jury zat om daar alles in te laden. Het systeem was niet altijd even betrouwbaar, wat handwerk erbij. En je moet direct inzicht krijgen wat er op dat moment in die wedstrijd gebeurt. Dus die status van die wedstrijd was belangrijk. Uiteindelijk een applicatie uitgekomen die in een instant, moment afhankelijk van waar je in de wedstrijd zit, die informatie biedt die op dat moment relevant is. Die dus hoort bij de situatie waar je op dat moment in de wedstrijd naar kijkt. Tot zover het stukje observeren, eigenlijk gewoon kijken waar je mee te maken hebt. Na dat observeren, als je een beeld hebt van het domein en de gebruikers, en eenmaal aan de slag gaat, ga je eerst inzichten toetsen. Je gaat concepten ontwikkelen, die bouwen, prototypen. En door juist te doen en te knutselen, krijg je zelf al nieuwe inzichten. En de vraag is, waarmee ga je dat dan testen? Je kunt denken aan een paper prototype, letterlijk, met een papier. Je kunt een mock-up gebruiken. Dat kan een in elkaar geklikte keynote zijn. Of je hebt daar al tools voor waar je eigenlijk klikbare prototypes mee kan maken. Wellicht heb je al een eerste versie van een werkend product. Of kies je iets van je concurrent. Je hoeft niet per se een product van jezelf. Als je iets gaat ontwikkelen, je kunt ook denken aan bijvoorbeeld die mobiele applicatie van een concurrent, de concurrerende bank. Als je zelf een bankapplicatie gaat ontwikkelen, nou, dan krijg je juist inzichten door dat ook aan een gebruiker voor te leggen. Eigenlijk alles wat je helpt om die inzichten te krijgen van die gebruiker. Voorbeeld te geven van paper prototyping. Dit is wel al heel wat jaren geleden alweer. Een aantal collega's hebben toen dit gemaakt om iets te demonstreren voor een aantal mensen, de klant, om te kijken hoe je, om te laten zien hoe je door een applicatie heen klikt en navigeert. Het ziet er heel komisch uit, een beetje stuntelig, maar het doet wel zijn werk. En nou is het lijkt op een printje van iets wat je eerst digitaal gemaakt hebt, maar toen de tijd was die tooling nog niet zo makkelijk dat je het heel snel interactief gemaakt had. Maar dat kun je bij wijze van spreken ook met pen en papier doen. Dus dit lijkt wat oldschool. Tegenwoordig zijn er apps die sneller in een mobiele applicatie bijvoorbeeld dat al interactief kunnen prototypen. Dan denk je, dat is moeilijk, dat kost toch veel tijd. Maar ik ga nu even laten zien dat het helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten. En daarvoor ga ik even een live demo doen van een tool. Dat heet Pop. Dat was vroeger Pop op zichzelf, tegenwoordig van Marvel. En ik zal even laten zien dat als wij een beeld. Oh, mooi konijn toch. Dat als wij een mobiele applicatie willen prototypen, je hebt al een idee hoe je daar doorheen klikt en hoe dat zou moeten werken, dat je dat heel snel kan tekenen en ook interactief kan prototypen en daarmee eigenlijk op mensen af kan stappen om dat ook te gaan testen. Nou, laten we zeggen, we gaan die mobiele bankierapplicatie bouwen. Nou, je begint natuurlijk met een. Ik hoorde iemand er straks al zeggen, je begint altijd met het inlogscherm. Nou, laten we het voor de bankierapp ook maar doen. De inlogknop. Hier is het gebruikersnaam.
een wachtwoord. Ik sla het nou heel erg plat hoor. Dan loggen we in en dan zie ik dat ik ontzettend rijk ben. Want ik heb op rekening A 3000 euro staan. Rekening B, nou iets minder, 500 euro. En vervolgens hebben we nog een scherm waarin we per rekening een aantal transacties zien. Hier, dat is nog een uitlogknop. Hier ook. En hier zien we een transactieoverzicht. De vier meest recente transacties. 300 euro erbij natuurlijk. Nou, iets bescheidener. 50, vooruit. 70 eraf. Nog 10 euro. En hier nog een beschrijving. Nou, ik mocht geen lorem ipsum gebruiken, zei ik. Hè? Café, bar en restaurant. Bourgondier, hè? Dat zie je. Ja. Nou, denk ik dat ik wel het whiteboard iets dichter bij moet zetten. Dit is die applicatie waar ik het over had, Pop. Ik heb een beetje stiekem al een projectje wel aangemaakt, maar goed, dat kost 20 seconden langer. Je begint eigenlijk met een overzicht van, oké, nou, gooi maar schermen erin. Dat kan, met plusje. Als je al foto's of ontwerpen hebt, kun je ze toevoegen. Oh, dat gaat precies. Maak de foto. Kun je eventueel bijknippen. Of je zegt, oké, is goed. Als je daarop tikt, dan zeg je link toevoegen. Je kunt heel simpel iets slepen. Zeggen, ik wil een link naar een... daar ga ik al. Ik moet natuurlijk eerst wel alle foto's maken. Tweede scherm. Oké. Camera. Derde scherm. Oké. Nou, heb ik eigenlijk ze alle drie al vastgelegd. Nou, dit is natuurlijk heel, heel snel, quick and dirty, maar you get the idea. Als je dan op het scherm klikt en je zegt link toevoegen, wat ik net deed. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil een link naar de tweede pagina. Je kunt heel makkelijk ook zeggen dat ik een transitie wil. Hetzelfde doen bij de tweede pagina. Link toevoegen. Dus bijvoorbeeld die uitlogknop. Die moet terug naar dat scherm. En voegen nog een link toe. Die gaat naar de eerste rekening. Dat gaat met een overgang omhoog schuiven. Klaar. Klaar. Dan heb ik het denk ik wel zo'n beetje. Laat ik dan ook nog een uitlogknop toevoegen. Die is dan een beetje afgevallen. Die gaat ook terug naar het beginscherm. Druk op de play-knop. Nou, hier is je app. Wat wil je nog meer? Hiermee kun je op pad en het bij wijze van spreken aan gebruikers voorleggen. Ik log in. Nou, hier is je rekening. Is dat helder wat je dan ziet? Nou, hier krijg je overzicht van je rekeningnummers of je afschrijvingen. En je kunt uitloggen rechtsboven. En je bent uitgelogd. Is natuurlijk totaal geen zinvolle navigatie of acties die ik je laat zien. Maar mijn punt is vooral, ja, met een paar schetjes en een app heb je eigenlijk heel snel iets interactiefs in elkaar geklikt wat je een gebruiker voor kan leggen. Is die app gratis ook? Ja. Volgens mij is een goed punt overigens. Er komen enkele tools langs. En veel van die tools hebben, ja, om te beginnen in ieder geval al een gratis versie waar je mee aan de slag kan. Goed bruggetje, want daar is een bron waar je al die tools in een overzichtje hebt. En die verdeelt eigenlijk over de aspecten van hoe snel heb je iets gemaakt, hoe goed is het voor dynamische elementen als je micro-interacties wil maken. Dus eigenlijk een aantal zaken die hierboven staan, hoe geschikt is het daarvoor? De een vraagt iets meer codeerwerk dan de ander, of helemaal niet. Tijd om vooral de link nu vast te leggen. Dit is eigenlijk een mooie bron om dat op te zoeken. En ze houden het ook vrij goed bij. Ze hebben hem zelf ook onderzocht en er komen steeds nieuwe tools bij. Het gaat echt hard. Ik zie nog één iemand een foto maken. Ja.
Tot zover het stukje prototyping. Verschillende methodes dus wel mogelijk. Nu meer over de echte testfase, het usability testen. Je hebt dus iets gemaakt, mock-up, werkend product wat je hebt. En dan kun je ze testen in een lab. Bijvoorbeeld een laboratorium. Dan denk je al gauw aan dit. En ergens is wel die associatie wel terecht. Want je bent aan het testen in een gecontroleerde omgeving. En dat kan zijn in een extern lab. Of er zijn bedrijven die een lab in huis hebben. Zoals, dit is denk ik wel een van de mooiste in het land, van de Rabobank. In feite komt het allemaal neer op, je hebt twee ruimtes. Een testruimte, waar je dus de testpersoon je product laat testen. Daar is vaak een interviewer bij. En aan de andere kant heb je een observatieruimte waar je met video en geluid de boel opneemt en kan observeren wat er gebeurt. En zeker bij grotere bedrijven zijn er meer plekken zodat ook een heel managementteam kan aansluiten om te zien hoe goed of slecht het product het doet. Vaak zit daar ook eye-tracking bij. Eye-tracking, ik weet niet of jullie het kennen, maar wat het in feite doet is door middel van zo'n apparaatje kun je zien waar kijkt die gebruiker nou naar. Dus je kunt eigenlijk door middel van zo'n spoor kun je zien, nou, daar wordt naar gekeken, daar niet. En daar waar de bol groter is bijvoorbeeld, daar wordt de focus langer opgehouden. En als je dat een aantal keer over elkaar heen legt, krijg je ook een heatmap. Dat geeft aan, nou, daar wordt vooral wel gekeken en daar waar het donker is, daar wordt niet naar gekeken. Dat eye-tracking overigens, dat was vroeger heel duur. Het is volgens mij nu wat betaalbaarder, maar het is wat bewerkelijker in het installeren en kalibreren tijdens zo'n test. Maar het hoeft allemaal niet zo moeilijk. In grote lijnen heb je dus eigenlijk niet meer nodig dan een observatie en een testruimte. En een eenvoudige tooling om het op te nemen. Dit is een voorbeeldopstelling die een aantal collega's eerder gedaan hebben bij een klant. Waar je dus een testruimte hebt aan de linkerkant. Waar dus een computer staat waar de testpersoon achter kan zitten om de test af te nemen. De interviewer zit erbij. Die ziet ook wat de testpersoon ziet. Je neemt het gezicht op van de gebruiker, zodat je dat later kunt terugkijken. En aan de andere kant, in de testruimte zitten een aantal mensen mee te kijken, mee te typen. En zien zij ook wat de gebruiker doet op een scherm, wat daar getoond is. En dat kan met Skype kun je scherm delen. Met QuickTime kun je bijvoorbeeld het scherm opnemen. En je hebt ook een tool als Lookback, wat dat tegenwoordig al wat laagdrempeliger maakt. En dat allemaal tegelijk voor je doet. En zo hebben we dat eigenlijk binnen Luminous voor een heel divers aantal projecten gedaan. Variërend van met wireframes, als je linksboven ziet, tot een hele voor een medische applicatie, tot een werkend product voor een lichtinstallatie, tot een slimme thermostaat, noem maar op. En zoals je ziet, het is heel belangrijk om ook met de privacy van de mensen voorzichtig om te gaan. Dus vandaar al die geblurde foto's. Het verklaart ook voor een deel waarom ik voor een aantal projecten lang niet alles kan vertellen of eigen werk kan laten zien, maar soms terugvallen op beelden van de web. Een light versie van usability testen is eigenlijk guerrilla testen. Dus eigenlijk niet meer dan letterlijk je laptop of je telefoon pakken waar je al iets van een mock-up of een werkend product op hebt staan en naar de kantinejuffrouw lopen om daar al eens een aantal vragen aan te stellen over jou. Product of applicatie. Je hebt een hoger idee van je testvragen die je voor wil leggen. Het kan een feature zijn. Die test je met drie personen. Maar het is letterlijk met de gebruiker naast je product of voor je product zitten, die een aantal vragen stellen en snelle meting te doen en zo snel ook inzichten te krijgen. Verder hebben we ook nog remote testing. Anders dan het lab testen is een remote test, dus zoals het woord al zegt, doe je op afstand. Je hebt dus wat sneller een gebruiker bij de hand. Maar die kan dat in de veilige omgeving van thuis doen. dat kun je simpelweg doen door bijvoorbeeld via Skype al iets te delen en een scherm te delen, om zo een test op afstand af te nemen. Maar er is ook een dienst als Vibeo. Moet je wel wat centjes voor betalen. Maar wat zij doen is, jij stelt samen met hen een briefing op, stuur je die kant op en zij zorgen dat respondenten volgens die briefing een test kunnen doen. Wat jij terugkrijgt is een geannoteerde video waarin jouw product door een aantal respondenten wordt gereviewd en dat is dan jouw output om
ja, eventueel je producten verbeteren. Een individu is het eigenlijk een overlevende gebruiker die naar jouw website kijkt. Zodat je ook een idee hebt van ja, waar keek ik naar, wat zijn de gelaatsuitdrukkingen, want die zijn heel belangrijk, terwijl ik mijn product test. Het grappige van die club is eigenlijk dat zij ook hebben aangetoond dat het testen op deze manier, zeg maar als mensen een 10-punt schaal moesten scoren voor een website, dat één volle punt kan schelen of je dat op deze manier doet of in een lab. Omdat in een lab vaak sneller gewenste antwoorden worden gegeven. Je bent bij dat bedrijf in huis, er komt allemaal wat gekunsteld over. En op deze manier testen scheelt dat, blijkt uit onderzoek, al snel een volledig punt. Dus samengevat, als je een lab hebt of iets wat daarbij in de buurt komt, heb je dus de mogelijkheid om de gebruiker te observeren. Wat doet zijn lichaamstaal, wat is zijn gedrag? Het is ook een gecontroleerde omgeving. Je hebt net iets meer in de hand en, van die testomgeving. En je kunt het veel makkelijker opnemen wat er gebeurt en ook delen met anderen. Daartegenover een remote test kun je makkelijker faciliteren. Er zijn minder faciliteiten voor nodig, maar ook de gebruikers die hoef je niet te mobiliseren en te organiseren. Je hebt daarom ook een groter bereik voor doelgroep. En zoals ik net al zei, je zit in een natuurlijkere omgeving, waardoor mensen wat betrouwbaarder zijn in hun oordeel over wat jij test. En het is relatief goedkoop als je het vergelijkt met een labtest. Mits je de respondenten ook zelf kan regelen. Over die respondenten gesproken, oftewel de testpersonen. Waar haal ik ze vandaan? Als jij de beschikking hebt om direct mensen van je gebruikersgroep te benaderen, dat is, ja, dan heb je luxe. Dan soms moet je die ergens vandaan halen. Daar heb je ook partijen voor als testpersonen.nl. Daar betaal je ook wat voor. Lukt dat niet, ga je, zoals ik net zei, naar je kantinejuffrouw toe of de buurman. Want één persoon is altijd beter dan geen. Je kunt zelfs het station oprennen en daar mensen vragen die staan te wachten om even naar je app te kijken. Zo weet ik van een collega bij een project waar ik op gezeten heb, bij een klant. Die is de hoek omgegaan bij een station, echt per ongeluk opgegaan, gekeken waar mensen aan het wachten waren. En die zijn gewoon prima bereid om even dat kwartier, als ze toch staan te wachten, even naar een app te kijken. Klinkt sowieso belangrijk als zij zeggen, of te horen krijgen, wil jij even naar mijn app kijken? Hoeveel testgebruikers? De vuistregel is eigenlijk 5 tot 8, maar 5 is het minimale. Meer heb je niet nodig, of veel meer heb je niet nodig. Jacob Nielsen, die heeft dat ook een mooie grafiek geplot, die hebben we ook gemeten. Dat je, die laten zien dat als je 5 testpersonen hebt, haal je 75% tot 80% van je usability issues er eigenlijk al uit. Het meest verpand is, heb je geen testgebruikers, heb je helemaal geen inzicht. Heb je er 1, heb je er al bijna 1/3 gezien. Maar dit laat ook zien, nog meer gebruikers erbij betrekken. Het wordt ook onnodig duur, want je moet die respondenten ook regelen. Het kost immers geld. Je hebt die opstelling en je testpersoon en dan ga je het uitvoeren. Je biedt als je een test uitvoert altijd context. Probeer die gebruiker die je tegenover hebt zitten een beeld mee te geven van oké, vanuit welke gedachte ga ik dit doen. Je stelt open vragen. Waarom? Hoe? Wat? En eigenlijk ook niet te veel vragen. Laat de gebruiker prima even stoeien met je applicatie. Maar vraag wel door als iets niet helder is. Dat is ook geen goed of slecht. Let vooral ook op lichaamstaal. Als iemand stil is, maar wel zit te fronsen of heel blij kijkt, dat zegt heel veel over, zeker als je dan tegelijk ook kan zien waar zo'n persoon naar kijkt, dat zegt heel veel iets over die applicatie waar hij mee werkt, of net die actie wat hij dan aan het uitvoeren was. Voorkom sturen of forceren. Dat gebeurt deels ook door woorden te gebruiken die al in de app staan. Als je bijvoorbeeld een app hebt van Cinemac waar je film in kan zoeken. En je geeft als taak van zoek een film. Want het is, om dat even terug te komen van, biedt een scenario. Het is een druilerige donderdagavond. Die zit op de bank. Je wil een film zoeken die wil gaan kijken in de bios.
Als je dan zegt van zoek een film, dan zeg je eigenlijk al, als er een zoekbalkje in de app staat, stuur je eigenlijk al die persoon om die zoekbalk te gebruiken. Maar je wil eigenlijk zeggen van je hebt behoefte om een film te gaan kijken, hoe zou je dat doen? Die gebruikers kan even goed gewoon doorheen browsen en zo'n film vinden. Lorem ipsum. Dat zegt helemaal niks. Dus als het kan, probeer als je teksten gebruikt in mock-ups, ook daadwerkelijke data of realistische teksten te gebruiken. Vraag geen meningen. Meningen op dat moment worden altijd met een gewenst antwoord. Altijd vaak met een gewenst antwoord beantwoord. En vraag mensen ook niet om vooruit te kijken, want er wordt veel gelogen bij testpersonen. En één is ook geen waarheid. Natuurlijk krijg je al meer inzichten dan niks. Maar pas op voor de valkuil dat dat ook als een waarheid wordt aangenomen. Vaak zie je dat bij een usability lab, als er een manager aanhaakt, die even gaat kijken hoe het product het doet, ziet één case, ziet een gebruiker stoeien met die knop en zegt dan, dit moet helemaal op de schop, of ik draai de kraan dicht, terwijl die vier van die vijf anderen het prima deden. Dan is het de kunst om dus die te overtuigen van, ja luister, dat zat wel even anders. Uiteindelijk als je test gedaan hebt, ga je analyseren. Als je een usability test en wat voor vorm ook gedaan hebt, vaak schrijf je heel veel geeltjes, briefjes, kun je snel meeschrijven. Maar hoe ga je die verwerken? Eigenlijk heel simpel. De manier om dat te doen is van je kijkt op twee assen. Hoeveel investering kost het mij om hier iets mee te doen? En hoeveel impact heeft dat op de gebruikerservaring, product? Oh jee, ik moet die allemaal even inbrengen, denk ik. Nou, heel veel issues. Ik dacht dat het vanzelf ging. En dan focus je op dat bovenste gebied. Eerst linksboven, weinig investering om veel impact te hebben. Dat zijn de quick wins. En dan ga je aan de grotere projecten werken. Aan de andere kant kun je ook kijken hoeveel belang zit er voor de business in en hoeveel belang zit er voor de gebruiker in. Dan komen weer al die issues. Dan kijk je natuurlijk naar de rechterbovenhoek. We zijn er bijna. Daar is die. Daar begin je mee. En het voordeel van deze manier van mappen is dat je het relatief van elkaar kan inschatten. Vaak is dat... Het is afhankelijk van hoe de test afgenomen is. Als jij zo'n guerrilla-test hebt gedaan, je hebt notities gemaakt terwijl die test werd afgenomen, ja, dan neem je die mee naar je projectteam. Dan is het eigenlijk daar hoe normaal gesproken ook in een scrumteam ook gewerkt wordt. Van, nou, we komen dit soort dingen tegen. Waarom is dat? Dan ga je dat samen mappen. Maar uiteindelijk is dat een regulier softwareontwikkeltraject. Een product owner die daarbij betrokken is. Maar ook de rest van het team. Als jij zo'n usability lab hebt, of als je een wat grotere opstelling hebt, dan is het gebruikelijk om direct na zo'n test momenten nemen, half uur of een uur, om dit direct te doen. En daar eigenlijk al een sortering in te maken van oké, we zijn het erover eens dat dit echt de pijnpunten waren, daar gaan we iets mee doen. Dus even samengevat, opstelling, dat kan in de range van een volledig lab tot je eigen computer zijn. Doe dat wat op dat moment bij je past. Testpersonen 5 van eindgebruiker, die echt in jouw doelgroep zit, tot de overbuurman, want iemand zat beter dan niemand. De taken die je in zo'n test gebruikt, probeer daar context in te creëren met zo'n scenario, wat ik net bijvoorbeeld schetste. En als je stories gebruikt in een scrum traject, zijn dat vaak aanknopingspunten om die scenario's ook te schetsen. Tijdens het uitvoeren is het vooral heel veel luisteren, niet te veel te vragen. Laat de gebruiker even stoeien met je product, zoals die het thuis ook probeert te doen of op zijn werk. En vraag vooral achteraf door waarom daar iets gedaan is of niet gedaan is. En uiteindelijk, zoals ik net liet zien, ga je clusteren en prioriteren en daarmee aan de slag. Tot zover het stukje usability testen. Dan als je eenmaal iets in productie hebt, iets is digitaal, heb je het voordeel dat je
het makkelijk kan meten. Je hebt een hoop data. En dat is eigenlijk een stukje luisteren. Oké, het wordt gebruikt, de app of een website. En daar heb je heel veel metrics tools voor die dat voor jou doen. Die zijn er een aantal genoemd. Een aantal zal ik ook nog noemen zometeen. Het voordeel is, veel van die tools die kosten iets. Vaak afhankelijk van hoe intensief je het gebruikt, hoeveel verkeer er overheen gaat. Maar hebben altijd ook wel een variant die gratis is om al snel mee te stoeien. Bevalt het? Nou, kun je daarmee opschalen. Google Analytics laat ik in dit verhaal even links liggen. Het gaat vooral over die aantallen. En we zijn hier vooral meer op zoek ook naar het waarom bijvoorbeeld die mensen hun website verlaten. Ik zal hoofdzakelijk een aantal keer Hotjar benoemen. Daar heb ik zelf veel mee gewerkt. En dat is ook een fijne tool die een aantal van die metrics in zich heeft. En eentje ervan zijn polls. Eigenlijk een soort feedback tool. Het is een manier om letterlijk gewoon kwalitatieve informatie te vragen van de gebruiker die op dat moment bijvoorbeeld op je website of op je mobiele applicatie iets aan het doen is. Daar hebben we vast wel eens eentje ingevuld. En als je het goed toepast, is het best krachtig. En een vorm van een poll is de Net Promoter Score. Die bestaat al wat langer. Vooral bij grotere organisaties erg populair. Het is eigenlijk een soort standaard voor het kwantificeren van het sentiment van jouw product. En het wordt gebruikt om eigenlijk een algemene indruk van gebruikers te vragen. En het draait allemaal om de vraag van, zou je deze website, dienst of product ook aan anderen aanbevelen? En wat je dan krijgt is, mensen geven een bepaalde score. En het percentage promoters, die min het percentage detractors of criticasters, mensen die het minder goed waarderen, het oranje stuk. En dat is dan je NPS. En er zijn bedrijven die daar ook letterlijk een KPI aan hebben hangen. Of onderzoek laat ook zien dat bedrijfsgroei één op één wel eens te koppelen is met een goede net promoter score. Daar is wat kritiek op. Het geeft namelijk vooral geen antwoord op de waarom-vraag. En het richt zich nogal eens op de extreme van die schaal. Wat je vaker ziet, is dat je bijvoorbeeld, wat je hier ziet, Hotjar, gebruikt om een soortgelijk cijfer, eigenlijk wat je bij de Net Promoter Score doet, juist om een gerichtere plek te vragen. Dus dat je bij het afrekenen van een product zoiets vraagt waarom iets wel of niet gelukt is. En hou het vooral kort als je zoiets vraagt, want hoe meer vragen, hoe groter de drempel is om die feedback ook te krijgen. En met Hotjar, wat je hier ziet, kun je die polls eigenlijk vrij simpel aanmaken. Je kunt die tool ook gebruiken, je kunt die poll afschieten op het moment dat mensen een pagina dreigen te verlaten. Dat is ook wel eens waardevol. Mensen verlaten die pagina om een reden. En die tool kan zien wanneer de muis bijna de pagina verlaten heeft en vraagt dan van, was er iets wat je niet kon vinden, bijvoorbeeld. Tot zover een stukje polls. Heatmaps. Net hebben we er al heel even eentje gezien bij de eye tracking. Het is ook een vorm van metrics. En hoe werkt het? Het is eigenlijk een wat het woord al zegt. Het geeft met warmte en koude kleuren aan hoe heet sommige plekken zijn. Hoeveel worden er op plekken geklikt of waar juist niet. Zelf bij een project betrokken geweest van Ascent, waar je een pagina ziet. En die tool dus ook gebruikt hebben. Zo zie je dus dat vooral in dit geval de tarieven heel populair waren en die tool bovenin. En verder hadden we beneden op de pagina toch een probleem om mensen daar te krijgen, want ze scrollen ook niet door. Aan de rechterkant zie je scrollmap. En er wordt eigenlijk op basis van de fold, de vouw, bepaald van tot waar komen de mensen. Dus heatmaps heb je voor klik, eye tracking, scrollen. En je hebt ook movement maps, dat je ziet waar de muis al overheen gaat. Ja? Deze bedoel je? Of? Ja. Ja, het is op zoveel manieren anders, dit. Andere context, je hebt een ander doel, je staan andere woorden. Dus in één oogopslag lees je dit al anders dan
Dus eigenlijk letterlijk appels met peren vergelijken. Zou je het kunnen vergelijken, dan komen we eigenlijk al op een stukje AB-testen waar ik het dadelijk over ga hebben, dat je dan die icons en die woorden in de look and feel zou hangen van die pagina die we er straks gezien hebben en dan kijken hoe of het die woorden en die icons zijn die invloed hebben of dat andere dingen zijn. Maar ja, goede vraag. Deze kennen jullie ook wel, denk ik. Waar hebben de mensen geklikt? Nou, zoals je ziet, het programma is erg populair. Graag overigens de mobiele versie. Wat grappig is, wat heel zinvol is aan clickmaps, kijk, dat hier heel veel mensen op geklikt hebben, dat zie je misschien met Google Analytics ook wel. Maar clickmaps zijn heel goed om de interactie ook te testen. Voor items bijvoorbeeld die klikbaar lijken, maar niet zijn. Bij de mobiel zie je het ook. Mensen klikken op dat scrollmuisje, maar het doet helemaal niks. Dus je zou dan als verbeterstap kunnen zeggen, maak die ook klikbaar. Dan zijn mensen ook sneller daar waar ze willen zijn. Dus je kunt aan scrollen en klikken om verder de pagina op te gaan. Ander voorbeeldje, niet van mezelf, maar waar het heel goed laat zien. Hey, zien we de F-vorm al? Ja. Van de quizvraag, je ziet hier wel een beetje die F-vorm in terugkomen. Maar wat dit eigenlijk laat zien is dat vooral veel waarde gehecht wordt aan headers en banners voor advertenties. Mensen betalen zich schilden aan, bedrijven ook. Maar soms ja, kijkt er geen hond naar. Om zo'n tool als Hotjar bijvoorbeeld te gebruiken, zoals ik net zei, ja, wat moet je daarvoor doen? Ik vind het knap dat ik een stukje code in mijn presentatie heb. Dit moet je in de head tag zetten van je pagina en klaar is Kees. That's it. Dan krijg je een dashboard waar je eigenlijk beschikking hebt over je heatmaps. Je kunt formulieren ook analyseren en polls aanmaken. Zo simpel is het. Tot zover de Hotjar als tooling. Nou, we hebben al een stukje over AI gehoord. Eigenlijk wel een grappig bruggetje naar dit. Bij Matrix is eigenlijk ook een AI-variant bekend. Het heet iQuant. Het is best een dure tool, maar ik vind hem te interessant om hem niet te noemen. Wat die tool eigenlijk doet, die hebben we ook bij Ascent gebruikt. Dus je hebt een ontwerp, hier zien we bijvoorbeeld die wat we daar straks ook zagen. En die tool voorspelt op basis van jouw ontwerp waar mensen waarschijnlijk op naar zullen kijken. Dat algoritme is gebaseerd op bestaande heatmaps. En kan dus voorspellen hoe jouw ontwerp het zal doen. En doet dat puur op basis van visuele cues. Kan geen teksten lezen, maar volgens mij wel gezichten herkennen en vooral contrasterende kleuren. En toont zo aan dat dus die onderdelen het meest gezien zullen worden door mensen. En hier linksonder zie je de interessantste gebieden voor de eerste paar seconden dat mensen een pagina zien. Dat gecombineerd zegt dan, dit zijn jouw aandachtsgebieden. Waar mensen naar kijken. Nou, als dat overeenkomt met wat jij wil, zit je goed, zo niet, dan kun je het ontwerp eigenlijk al iets aanpassen, dat nog eens in die tool zetten, om op voorhand al te optimaliseren voordat je een usability test überhaupt gaat doen of dat live gaat meten. AB testen. Geen appels met peren, maar oranges in het Engels. Eigenlijk de beste methode voor conversieoptimalisatie. Het is eigenlijk niet meer dan als je het over een website hebt, je hebt twee versies, het gooit het web op, 50% krijgt versie A, 50% versie B. Degene die de meeste conversie heeft, waar mensen meestal op de koopknop duwen, of het kan evengoed een inlogknop zijn, dat is de versie die je uiteindelijk live zet. Eigenlijk met niet al te veel code kun je dit inrichten. VWO is eigenlijk niet meer dan bestaande stukjes CSS. Aanpassen dat het bijvoorbeeld een oranje knop wordt in plaats van een rode knop en dan kijken wat het met die conversie doet. ABT's die heeft overigens een versie die gedurende zo'n test al leert van oké, hoeveel traffic kies voor welke variant en dan ook al meer traffic naar de betere variant sturen. Die zit wel een stukje intelligentie in.
een case bij Ascent, die komt hier weer terug. En eigenlijk alles samengevat. We hebben dus een usability test gedaan. We hebben een aantal AB-tests gedaan. We hebben die metrics toegepast. En uiteindelijk, na een aantal wijzigingen, na een optimalisatie, zijn we erin geslaagd om de whitepaper downloads die je op die pagina kon doen over dat onderwerp 478% omhoog te krikken. Het aantal adviescalls die je via die pagina kon doen ook omhoog te gooien. Maar ons viel op dat de interactieve tool die we eerst heel duidelijk vooraan hadden, dat die iets daalde. Dus een stapje na was weer om te kijken hoe kunnen we die twee dingen het beste combineren. En aan de rechterkant zie je eigenlijk de twee scrollmaps, voor en na. Dat kwam met name uit de usability test. We zien dat mensen niet verder scrollen dan een bepaald punt. En dat bleek dat een aantal punten die halverwege de pagina stonden niet als relevant gezien werden. Dus eigenlijk het hele verhaal door de pagina was niet duidelijk. Dus daar zijn we mee in de slag gegaan. En het resultaat was dat mensen het een stuk beter konden behappen. Maar hoe doe je dat in godsnaam in zo'n ontwikkelproces? Dat past toch nooit? Hoor ik veel mensen al denken. Ja, in een lineair of watervalproces is het eigenlijk al haast logisch dat je dat stuk testen bijna op het einde doet, want tot die tijd is er nog niet zoveel. Maar ook in een Scrum-traject is daar de valkuil. We hebben een aantal sprints. Nou goed, dat loopt een aantal sprints door. Op het einde gaan we een keertje testen. Ik zelf betrap me ook nog wel eens op dat soms gewoonweg niet veel eerder lukt en dat testen pas later komt. Maar idealiter, trouwens, die discoverfase waar we het al over hebben gehad, dat vindt dan wel plaats in die sprint 0 als voorwerk. Wat je vaak doet als ontwerper om de sprints in te duiken. Dat is wat het plaatje ook weergeeft, dat je als ontwerper vaak een sprint voorloopt om werk voor te bereiden van ontwikkelaars om mee aan de slag te gaan. Idealiter probeer je dit eigenlijk in het ritme van de sprints mee te pakken. En juist door het klein te houden, zoals de GREA-test, kan dat makkelijk. Kun je vlak voor dat een sprint begint, als voorbereiding, een klein testje doen met het product, mock-up, om te kijken of het goed is om uiteindelijk ook te gaan bouwen. Want we weten immers, vroeg die changes doorvoeren, dat is iets goedkoper dan later in het traject. Maar het is ook afwisselen tussen klein en groot. Ik denk niet dat dat per se die sequentie moet hebben, maar dat afhankelijk van waar je net in die sprint mee bezig bent. Oh, we hebben hier nog iets niet duidelijk, we moeten nog eens even het veld in om te kijken hoe die gebruiker daarmee omgaat. Zit je weer in die discover fase, doe je dat. Ga je een GREA-test doen, kun je makkelijk voor start van de volgende print bijvoorbeeld, sprint, zo'n klein testje doen. Nou, hopelijk heb ik jullie genoeg handreikingen gegeven om in ieder geval met een aantal methodes aan de slag te gaan. Nu weet je in ieder geval dat testen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Het is vrij simpel. Je kunt al heel makkelijk inzichten krijgen in wat het met een gebruiker doet. Eén test is altijd meer dan geen test. Denk aan die 30% die je al meer weet dan helemaal niks doen. Papier is ook een prototype. Het is toch al prachtig om te testen. Testen doe je ook vroeg en vaak. Hoe sneller je de fouten gaat, hoe sneller je daarvan leert en je product beter kan maken. En UX is gut feeling, kun je ook wel leggen. Het is wel degelijk meetbaar, zowel kwalitatief als kwantitatief. Is usability testen duur? Doe maar een soort rekensommetje van die factor 25 keer een test van respondenten met 5 personen waar je een paar duizend euro voor kan rekenen. Nou, doe dat keer 25 op het einde, je bent iets duurder uit. Het gaat over de metrics, dan niet alleen over de kwantitatieve metrics, maar juist ook over de kwalitatieve metrics, want de waarom-vraag is ook heel belangrijk. Testen doe je aan het eind, ja, dat klopt, maar ook begin en halverwege en zoveel mogelijk tussendoor. En UX is voor UX'ers, dat weten we nu ook, dat is niet zo. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We hebben er allemaal een aandeel in. Als jij die database net iets sneller kan laten werken, of die animatie aan de frontend net iets soepeler kan laten werken, daar wordt die gebruiker best wel blij van. Kortom, ga ermee aan de slag. Bedankt voor jullie aandacht. Vragen?
een paar vragen tussendoor gehoord. Maar... Nou, jullie kunnen allemaal direct aan de slag. Dat is mooi om te zien. Dankjewel. Als er verder geen vragen zijn, is er volgens mij bier hier verderop. Dus ik zou zeggen... Bedankt voor de komst.